Een hele bijzondere film. Stilistisch ziet het er mooi in elkaar. Ja, gewoon heel veel interessante wetenschappers die met goede ondersteunende data snel hun verhaal. Vooral het eerste deel van de film komt goed de wetenschappelijke basis van de film naar voren. Dat vond ik zelf erg indrukwekkend en boeiend neergezet. Ik denk dat onze ideeënwereld in het Westen nog ontzettend vrij is. Maar ja, als je de film bekijkt, zijn er wel zorgelijke tendensen. Of het dus op academisch niveau steeds lastiger wordt om geld te vinden voor bepaald onderzoek. Als je vragen hebt over het dominante narratief. Dus in die zin is er best wel een hoop aan de hand en is het lastiger om vrij te denken. En ook dat wordt goed verbeeld in de film. Hoe dat in de loop der jaren is ontstaan en misschien erger is geworden. En welke versterkende factoren daar aanwezig zijn. Maar dat er heel veel geld mee gemoeid gaat. En dat bepaalde instanties en instituten in stand gehouden worden door dat geld. En dan als het je boterham en je hypotheek en je familie onderhoudt. Dan is het heel lastig om iets anders te vinden. En dat is wel een zorgelijke tendens. Ja, absoluut. Er is een prachtige film. Dus er zijn veel mooie mensen die breed denken. Er zijn heel veel mensen die misschien dit ook kunnen gebruiken als een soort opstapje. En ik denk ook dat deze film gebruikt kan worden om de discussie aan te zwengelen. Ja, als je kijkt naar de CO2-oplossingen, carbon sequestration of windmolens, dan zijn er op korte termijn misschien attractieve dingen met veel subsidie en al dat soort dingen. Maar op lange termijn zijn er gewoon de nodige vraagtekens bij. Ik denk dat de wetenschap nog steeds zal kunnen zegevieren. En dat is ook waar ik ook wel hoop uit kan putten.